Kun je iets vertellen over het plaatsje waar we zijn? Nee, ik kan er niks over vertellen. Iedereen is ijverig bezig met de start van het hoogseizoen, wat volgende week gaat beginnen op Kos. Het is eigenlijk wel leuk dat er maar een paar mensen zijn op het eiland, dat je alles voor jezelf hebt. Hoe is dit paradijs? Wat een mooi strandje, je kunt wel lekker zwemmen ook. Right now we are in Mastihari, northwest of the main island. We're just checking out beaches and we're gonna drink coffee here and later on we will go to the Stefanos beach again. For some tanning and swimming. Afterwards we will drive back to cool down, check with the car rental if we can, or inform them that we want to drop off the car at the airport tomorrow. Around 9, I think. Around 9 o'clock in the evening. If it's not okay, please let me know. Is 9 p.m. okay, or does it need to be earlier? That's no problem. We'll be there then at 8:30. And you want to go to the spa again. Oh my goodness. And afterward we'll drink some wine and eat a little bit. Wij logeren vlakbij Kos Town. Ion Aeon View. All inclusive 4 sterren Aqua Resort. Dus daar. Zo, Kos. Hij was dus er altijd al. Ja, dat doen ze hier overal. Oh, gaat ook wel fijn. De rekening. Ik zal even opnieuw. Okay. Dit is de kaart van Kos. Oké, wij hebben inmiddels nu al een paar keer het hele eiland afgereden. Vanaf Kos naar bijvoorbeeld Kefalos. Dat is ongeveer 40 minuten. En we zijn gisteren van Kefalos zijn wij dus naar de Paradise. Cavo Paradiso Beach. Nou, dat betekent dus dat we vanaf Kefalos moesten we dus met een best wel slechte weg kwamen we tot ongeveer hier. En vanaf het punt dat daar een gele weg hebben wij gelopen. Dus dat is die 4 kilometer. En Kefalos is dus heel bergachtig en super mooi. We zijn nu in Mastihari. En we gaan nog even rijden naar Limnioas. Oké, heel moeilijk. Maar we hebben vooral hier een strandje ontdekt wat ons favoriet is. Dus daar willen we straks nog even zonnen. En dan is het nog even niet geheel onbelangrijk. Is hier zijn de termen. Hé, hij zegt camera te warm. Mis je nasi goreng? Veel komkommers, maar dat is niet het beste fruit waar je aan denkt. Groente is niet het beste groente wat je wilt. Iedereen is ijverig bezig met de start van het hoogseizoen, wat volgende week gaat beginnen op
locals. Dat is eigenlijk wel leuk. Dat er maar een paar mensen zijn op het eiland. Of op elk plaatsje. Dat je alles voor jezelf hebt. Nou, ik denk dat het wel 40 graden hier kan worden. Ja, ik denk dat je hier echt siesta doet, ja. Weet je dat ik daar ga zitten? Kun je iets vertellen over het plaatsje waar we zijn? Nee, ik kan er niks over vertellen. Zeg, dat het ten noordwesten ligt, dat het een voormalig vissersdorpje is. Ja, was ook een beetje ingezoomd zo. Kus. Nee, het is niet kus. Ja. Ik ga dat niet zeggen, want het is niet waar. Nee. Maar waarom was ik ook weer zo grijnig? Volgens mij gewoon omdat het toch nog niet helemaal lekker zonweer was. Ik daar wel heel erg op ingesteld had. Echt wel een aanrader hoor, om hier naartoe te gaan. Als je niet ver wil vliegen en je wil wel gewoon lekker warm, tropisch gevoel. Heb je nog een alcoholflesje? De ontsmetting? Ja. Ja. Waterzuivering in Kos, denken, zo ziet het er wel naar uit. Het is uw auto. Wilt u tijdens de gele vlucht gebruik blijven maken van uw smartphone of tablet computer, dan kan dit mis ingezet.